Welkom in Keulen. Achter mij ligt de geschiedenis van Toyota in een zo pas samengestelde collectie. We gaan er eens even doorlopen en we gaan een aantal auto's van naderbij bekijken. De TS050 Hybrid. Toyota heeft al heel vaak geprobeerd om de 24 uur van Le Mans te winnen, maar het is nooit gelukt. Misschien dit jaar wel. De best verkochte auto aller tijden is niet de Volkswagen Kever, wel deze Toyota Corolla. Meer dan 40 miljoen exemplaren zijn er ondertussen van verkocht. En dit is de eerste generatie. De mooiste van allemaal, dat is sowieso deze 2000 GT met 2 liter 6 in lijn. Er zijn maar een paar honderd stuks van gebouwd. Als je er vandaag eentje vindt, moet je sowieso meer dan 1 miljoen euro opzij leggen. Het oudste model van allemaal is deze Land Cruiser. Hij gaat al mee van begin jaren 50. Bijna heel de wereld gebruikt deze terreinwagen. Van het Rode Kruis tot de IS. De Supra Badge komt binnenkort terug. Toyota brengt een nieuwe versie samen met BMW. Dit is de tweede generatie uit de jaren 80. Toen heette die nog Celica Supra. Het is zeker en vast de moeite waard om eens in Keulen te komen kijken naar de Toyota Collection. Of je leest gewoon de autowereld van april, daar vind je het hele verhaal in terug.